Oké. Laat je horen zingen, yeah, yeah. Yeah, yeah. Zing, yeah, yeah. Yeah, yeah. Zing, 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 yeah. Nou, lieve mensen, goedemorgen. Hartelijk welkom. Mede namens Ruud. En het hele team. We dachten, we moeten op die singalong, moet dat echt, moet dat er staan en moet het knallen. Nou, ik kan jullie mededelen, dat is gebeurd. En dat is ook dankzij jullie en dankzij alle mensen die met zoveel energie dat in elkaar hebben gedraaid. Want het was gewoon, en dat zeg ik niet zelf, maar dat hebben mensen ons toch laten weten, wel het beste optreden van de hele avond. Is, je bent er al zo lang mee bezig, vanaf dat ik het 3 jaar geleden de voorstelling zag in Londen op West End. Ja, alles wat er dan gebeurt met de rechten kopen, de casten, nou ja, optredens bij de singalong en zo, voorbereidingen. En nu we de aftrap, dat is lekker. Ja, het gaat vandaag beginnen. Ja, ik vind het altijd vet spannend, zo'n eerste dag. Dat is ook wel zo'n momentje dat je denkt, oh ja, oké, vandaag gaan we echt met z'n allen voor het eerst samen zijn. In die zin gaan we echt repeteren. Ik vind het heel leuk ook, ja. Nou, wij waren allemaal behoorlijk blij met hoe de singalong is verlopen. Ik heb begrepen dat er zelfs zo'n piek in de kaartverkoop zat dat de website eruit geknikkerd was. Dus dat zijn alleen maar goede berichten. En wij waren na 3 dagen repeteren allemaal super blij en trots met hoe wij dat optreden hebben gedaan. Dus, en iedereen was er ook onwijs enthousiast over. Ik heb er alleen maar enthousiaste reacties op gehad. Dus volgens mij hadden wij wel een goede knaller binnen dat programma. Ja. Ja, er is gewoon gekozen voor inderdaad wat je zegt, high energy en die feel good. En het feest van het samen zijn en het feest van dat we nu een kinky boot hebben die de markt gaat veroveren. En ik ben wel blij dat dat volgens mij ook wel zo is overgekomen. Want we hebben 3 dagen gerepeteerd met z'n allen. Ja. En de reacties waren wel over het algemeen dat mensen zeiden, oh, het is echt een feestje om naar te luisteren, een feestje om naar te kijken. En dus jullie passen echt bij elkaar en het klopt allemaal. Ja. Dacht ik, oh, want we hebben inderdaad maar 3 dagen gerepeteerd. Dus het is best wel kort om zoiets neer te zetten. In elkaar te zetten, ja. Want we hebben eerst natuurlijk de uitmarkt gedaan. Toen hebben we er even aan geproefd. En toen moesten we weer soort 3 weken weer de kast in eigenlijk. En, dus nu ben ik wel heel erg blij dat we nou kunnen gaan beginnen. Ja. Ze hebben gewoon gespetterd. Het was heel moeilijk, want we zijn nog helemaal niet aan het repeteren. En dan moet je daar opeens 4 minuten live een heel goed nummer doen met 24 mensen. Is bijna niet te doen. Dus we hebben er echt dagen voor gerepeteerd. En dat ging wonderwel goed. Dus iedereen kreeg een soort kick en adrenaline. De singalong was ook nog inderdaad in Duitsland. En nu dan ben je er wel echt klaar voor, hoor. Dan ben ik 2 weken terug in Nederland. En dan denk ik wel, oké, nu wil ik ook wel echt weer beginnen met Kinky Boots. En ik had al heel veel zin in, naar aanleiding inderdaad van de singalong. Ja, de club is top volgens mij. Dus ik wil wel starten. Ja. Zijn we er klaar voor? Nee, ik ben er klaar voor. Hoe lang hebben we moeten wachten voor dit? 1,5 jaar, voor het moment dat we het al wisten. Ik ben wel ready, ja. Let's do this. Ja, niet alle muziek leent zich om dansend door de gangpaden te gaan, maar het eindnummer, de finale, dat mag ik toch hopen dat mensen gaan staan en een beetje meedoen, zeker. Ja, het is heel erg swingend, maar het is ook heel erg van deze tijd. De boodschap is ook al heel duidelijk aanwezig, dus het is eigenlijk alles. Het heeft heel veel humor, maar er zit ook een soort moraal in natuurlijk over van ben gewoon zoals je bent. En dat is op dit moment juist heel erg actueel. Ja, ik hou echt van toeren. Ik heb met Sound of Music getoerd en met Grease getoerd. Dat vond ik fantastisch. Ik vind het zo leuk dat je naar die verschillende theaters gaat. Naar verschillende plekken in het land. Het is altijd ook heel leuk met de groep vaak. Omdat je echt ook heel hecht wordt. Omdat je veel meer met elkaar bent. En deze productie is wel echt leuk dat hij naar de mensen toe gaat. Ja. Het is best goed gewend. Ook als ik dan terugdenk aan de uitmarkt, denk ik, nou, ik ben geen 1 keer gevallen. Ik heb mijn kuiten doen het nog. Het gaat goed. Omdat ik het een geweldige combinatie vind tussen een echte, hele leuke Broadway-hit. Want dat is het. Een van de leukste Broadway-hits. Met alles wat je wil van een show. Geweldige choreografieën, geweldige muziek van Cyndi Lauper. En dan toch tussendoor een bijzonder verhaal. Zonder dat het er zo
geforceerd in wordt gebracht. Dus heel organisch. Ja. En zo? Ja, die is leuk. Oké, ja? Hoe diep is er nou? Eigenlijk verrassend genoeg nog best vaak aangehad. Want al die promo-optredens en zo, dan vroegen ze, oh Jan, dan doe jij even ook die laars aan. Dan zei ik, oké. Maar die dingen zijn echt moeilijk, ja. Maar het ziet er echt goed uit bij hem, hoor, in alle eerlijkheid. Als je het eenmaal snapt, als je weet hoe het werkt, dan is het gewoon... Ja, dan gaat het. Nou, ik hoop dat het beter gaat. Dat is natuurlijk logisch. Moet er wel bij zeggen, Evita is makkelijker uit te leggen aan de mensen. Dat is natuurlijk zo, maar dat weten we. En we gaan vanaf nu beginnen en knallen. En ja, er zit zoveel talent in. De vertaling is geweldig, het decor is geweldig. Dus alles aanwezig om er iets goeds van te maken. Ja, je moet echt letten dat je echt op de ballen van je voet staat. Je kan niet leunen op je hakken. Want dan ben je echt, dan ga je gewoon vallen. Dan ben je gewoon de lul. Dus ja. Je moet echt weten, ik sta heel sterk zo. En dit is alles wat ik kan doen. Ja. En je buikspieren goed aanspannen. Dat is echt... Ik heb zoveel respect voor alle dames die dit doen. Maar dat is trainen natuurlijk, ja. Ja, dat kan je niet eventjes zomaar doen. Dat moet je gewoon echt oefenen. Ja. Ik denk het ook, want ik heb heel veel goede reacties gehad na de uitmarkt. Dat mensen echt kregen appjes en volgens mij de site lag eruit. Het was heel leuk, we stonden na te kletsen. Zei iemand, de site ligt eruit, zo goed gaat het. Ja, zo vet. Ja, volgens mij, maar dit is ook, deze productie is ook een feest. En ik denk, de muziek is tof, het is weer iets nieuws. Dus ik denk dat mensen hier ook wel echt zin in hebben. En dansen. En een beetje leuk kijken. Sell the product. Het is absoluut, op Broadway en West End heeft het gestaan en wij mogen een eigen versie maken. Dus het is niet dat wij een kopietje maken van die voorstellingen. Dat vind ik heel tof eraan, want ik vind het altijd best wel lastig als je een voorstelling moet doen en dat je precies moet herhalen wat iemand ooit voor je heeft gedaan. Dus het is fijn dat wij allemaal onze eigen inbreng mogen, even zwaaien naar de baas. Onze inbreng mogen geven aan het stuk. Dus ik kijk ook heel erg uit naar de repetities. En ik hoop dat het net zo'n succes wordt hier als dat het daar was. Ja, absoluut. Ik heb toen ik nog in het Circus Theater zat, ging ik gewoon nog even tussen de shows door. Nog even op je hakken lopen, even blijven trainen, even blijven oefenen. Want dat is wel echt waar ik bewust van moet zijn. Dat ik daar ook op moet dansen. En dat ik er ook een beetje gracieus op moet zijn. Dus ik heb me daar echt wel... En ik heb hier hebben ook hebben alle Angels en Lola's, die hebben echt trainingen gehad. We hebben echt dat je lichaam echt fysiek sterk maakt om op die hakken te kunnen staan. En dat je ook niet je lichaam kapot maakt. Dus het is wel... We zijn er goed mee bezig. Met de uitmarkt hadden we repetitie. En die Angels hadden dus 's ochtends hadden die hakkentraining. Samen in de gym ook. En na die training moesten ze dan gaan repeteren. Maar die kwamen helemaal uitgeblust. Bezweet binnen. Om 10:00, 11:00 's ochtends. En die waren al kapot. Alsof die al de hele dag hadden gerepeteerd. Maar die hadden gewoon een hakkentraining gehad. Dus zo intens is het. Het is ontzettend lachen. Het is zo komisch wat er gebeurt op die werkvloer met een oude chefin en een oude bedrijfsleider. Die opeens met dit soort dingen geconfronteerd worden. Dat botst als een gek. Maar uiteindelijk vaart iedereen er wel bij. Het is gewoon hartstikke leuk. Maar je merkt het nu ook. Ik bedoel, er is zoveel lawaai en mensen zijn heel erg blij om elkaar te zien. Ja. Het voelt eigenlijk in alle eerlijkheid alsof we elkaar allemaal al jaren kennen. En dat valt echt wel heel erg mee. We hebben een paar momenten samen gedeeld, maar that's it. Dus volgens mij qua groepsgevoel gaat het wel goed zitten. Dit is gewoon volgens mij het moment dat mensen denken, yes, daar gaan we weer. Dan kunnen we weer even naar iets nieuws, inderdaad groots. Lekker bij het theater, bij jou in de buurt. Nou, top.